Dames en heren, goedemiddag. We kunnen terugkijken op een sterk wisselvallige dag. Vanochtend was het gewoon ronduit slecht, met flink wat regen. En de meeste neerslag viel ja, op Goeree met in Ouddorp ruim 5 liter water op een vierkante meter. Maar vanmiddag. Ja, brak de bewolking vanuit het westen? Komt het zonnetje toch ook weer wat vaker tevoorschijn? Als we kijken naar de komende nachten, dan blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Lokaal misschien een bui, maar. Meest is het gewoon droog. Met opklaringen ook. Temperaturen landinwaarts ja, ongeveer 1 graad boven nul. Aan zee een graad of 4. De wind die draait weer naar het zuidwesten. Neemt boven land af tot matig windkracht 3. En aan zee tot af en toe vrij krachtig een windkracht 5. En ook morgen overdag nog een wisselvallige dag. Al wel niet meer zo nat als vandaag. Een wisselende bewolking. In de loop van de dag valt er nog een enkele bui. Mogelijk met hagel. Een maximum temperatuur van een graad of 7. En de wind. Aan zeekrachtig, windkracht 6, en die komt dan nog steeds uit het zuidwesten. Maar het roer gaat radicaal om, beste mensen. U heeft er waarschijnlijk veel over gehoord en gelezen. We krijgen toch een vleugje lente. Nou, donderdag is het al lekker weer, want dan hebben we hebben te maken met zonnige perioden. Overal droog. Een maximum temperatuur van een graad of 9 bij een matige westenwind een windkracht 3. Vrijdag wat meer wolkenvelden ook, maar tussendoor toch ook wel wat ruimte voor de zon. Misschien een spatje regen, maar het zal het meest droog zijn. Een graad of 10 dan. En zaterdag zou het wel eens kunnen tegenvallen met de zon. Want de aangevoerde lucht is tamelijk vochtig. Dat resulteert dus in een dag met veel bewolking. Maar in de loop van Dag moet de zon toch ook wel te zien zijn bij een temperatuur van een graad of 11. En de beste dag ja, is de zondag. Dan kunnen we echt spreken van toch wel een vleugje lenteweer. Het moet dan overwegend zonnig zijn en dat bij een temperatuur van 13 graden maximaal. He, aan het strand is het dan een graad of 10. En dat bij een matige zuidwestenwind die zal gaan draaien naar het westen. Ten slotte nog een fraaie plaat van Hans Corbet uit Nieuwekerk aan de IJssel. Met schitterende buienformaties op afstand. Nou, weer foto's, u weet het ondertussen, u kunt ze in blijven sturen. Geniet van de dag, graag tot morgen.